Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit prachtige grote stuk kurk. Echt heel mooi. Dit gaat een heel mooi bloemstuk worden. En met de Oase Bio Table Midi. Die gaan we straks op dit kurk verwerken. Maar heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Mocht je me nou nog niet volgen op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen. Vooral op Instagram neem ik je gedurende de dag eigenlijk altijd mee in mijn stories. Bij het maken van bloemstukken, bij het inpakken van de pakketten en alles daaromheen. En ook als er nieuwe dingen online komen. Dus vergeet me daar vooral niet te volgen. Vandaag gaan we dus aan de slag met de Oase Bio Table Deco Midi. Er zit al een houder omheen. Lijkt van plastic, is geen plastic. Is van paper compound. En ik werk graag mee. Ik gebruik de mini ook heel veel in bloemstukken. Zie je die ook regelmatig voorbij komen. Wordt heel veel besteld op de website. Maar de mini en de maxi zijn er ook nog. En de mini is natuurlijk ook heel leuk om mee te werken. En dat gaan we vandaag dus doen op dit prachtige stuk schors van 60 cm lang. En kurk, sorry. Ik zou zeggen schors, maar het is kurk. En je kan hem dus zo, dat je hem zo neer kan zetten. Maar je kan hem ook zo gebruiken. En je kan hem dus elke keer weer gebruiken. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Ik ga jullie even iets dichterbij halen. Dan kun je precies zien wat ik doe. De kurk is een natuurlijk product. En dat wil ook zeggen dat elk stuk zijn eigen vorm heeft. Ze zijn allemaal rond de 60 centimeter. Maar de een is wat boller. En de ander is wat rechter. Maar elk stuk is heel erg mooi. Ik vind het mooi om vandaag deze kant aan de bovenkant te doen. Je kan hem ook andersom opmaken. Maar wat dus belangrijk is dat je even kijkt naar hoe jouw stuk kurk valt. En daar pas je je bloemstuk eigenlijk op aan. Kijk, heb ik bijvoorbeeld dit stuk kurk. Dan is er hier een beetje een inham. Dan kijk je even waar die mooi valt. Je kan er even een beetje mos omheen doen. Je kan de houder een beetje aan de zijkant doen. Ik zou hem hier persoonlijk plaatsen. Want straks gaan we nog met plantjes werken. Dus hier komt sowieso ook nog wat bij. Hier heb ik bijvoorbeeld weer een andere vorm. Wat ook prima is om mee te werken. Dus kijk even waar jij je houder mooi vindt staan. En daar kan je hem op bevestigen. Ik maak hem even vast met een beetje lijm. Ik wil eigenlijk de houder een beetje schuin, denk ik. Je kan hem ook wat rechter doen. Nee, ik vind het wel mooi als hij een beetje schuin valt. Je kan hem ook recht in het midden doen, wat je zelf mooi vindt. Ik vind het hier wel erg mooi. Ik zet de houder vast met warme lijm. Ik kan hem er ook los op zetten, maar zo heeft hij wel iets meer stevigheid. Dan gebruik ik een fascia blad, maar ik vind hem zo in zich heel een beetje te groot. Dus ik ga hem eventjes buigen. Ik maak een klein gaatje in het midden van het blad. En daar doe ik de steel doorheen. Dus ik buig er voorzichtig doorheen. En dan maak ik hem als het ware zo vast. Dan krijg je hem gelijk wat, ja, wat aparter en hij lijkt iets kleiner in jouw stuk. Kijk, en dan valt hij ook gelijk mooi over de onderste houder. En dat doe ik aan twee kanten. Dit lijkt gelijk al apart en mooi. Ik vind het altijd leuk om blad op verschillende manieren te gebruiken. Ik doe er een beetje bladglans op. Glimt het weer mooi. En aan de andere kant waar je nog een houder zipper hebt, doe ik een beetje galaxblad, zodat dat er ook overheen valt. En dan zie je dat jouw bloemstuk gelijk een geheel wordt met je stuk kurk. En je brengt gelijk rust aan. Blad brengt altijd rust aan in jouw stuk.
Als je veel bloemen gebruikt en je vindt het wat te druk, dan kan je altijd even een beetje blad of groen toevoegen. Dan gaan we verder met de bloemen. Allereerst gebruik ik mooie zuidwindlilies. Snij alle bloemen goed schuin aan, altijd heel belangrijk. En deze doe ik op twee verschillende hoogtes in het stuk. En die laat ik eigenlijk meelopen met het kurk. Maar heb jij je houder dus anders staan, dan kan het zijn dat het net mooier is als jij jouw zuidwindlilies op een iets andere plek zet. Kijk daarna en speel daarmee. Dan heb ik wat mooie rozen. Ik wil toch graag aan de bovenkant ook even wat blad toevoegen. En dat doe ik als volgt. Ik pak de aspidista, die rol ik als het ware op. En dan doe ik aan de bovenkant eventjes de steel erdoor. En dan krijg je een heel leuk pakketje. Je kan heel verschillende manieren aspidista blad gebruiken. Mocht je nou helemaal precies een uitleg willen, dan kan je eventjes die video opzoeken. Ik zal hem ook even hieronder linken. Maar je rolt hem dus als het ware op. En dan doe je even. Vaak helpt het even als je de onderkant even schuin aansnijdt. Dan kan je er wat makkelijker doorheen prikken. En dan hebben we weer een leuk pakketje. En dat doe ik aan de andere kant. En zo. Dan heb ik een mooi Craspedia bolletje en die laat ik ook aan de zijkant meelopen. Maar je kan ook in de hoogte werken, dus wat jij zelf leuk vindt. Ook een mooie verber aan. Ik prik even voor met een steel. Dan kijk ik of mijn lengte goed is van de gerbera. Haal ik hem eruit en snij ik hem even opnieuw schuin aan. Want dan heb ik een nieuwe bot gemaakt waardoor ik het water goed kan opnemen. Zo heb je langer plezier van een gerbera in een steekschuim product. Dan heb ik een houtslinger en die laat ik even door het stuk heen lopen. Dus die laat ik echt mee lopen. Je kan hem even vastzetten met een krammetje of met een beetje lijm. Of je kan hem er gewoon los tussen doen. Ik vind het ook leuk om echt onder de bloemen door te doen. Dus dat hij echt wat sierlijker valt. En dat hij mooi meevalt in het stuk. Maak het gelijk even een stuk aparter. En dan heb ik nog vetplantjes. En die kan je gebruiken zonder wortel. Je krijgt ze altijd wel binnen met wortel. Maar je kan hem dus gebruiken zonder wortel. Dan pak je hem aan de bovenkant goed vast. Dan draai je even aan het potje totdat je de wortels af hebt. En dan kan je hem zo verwerken. Je kan ze er los opleggen. Of je kan ze eventjes lijmen met een beetje koud lijm. Je doet dan een heel klein beetje lijm aan de onderkant. Laat hem even heel iets aandrogen. Blaas altijd eventjes. En dan kan je hem er zo tussen lijmen. En je zult zien dat het heel lang goed blijft. En dit doe ik met verschillende vetplantjes. Het is speciaal gemaakt voor bloemen en planten. Dus dit kan je prima gebruiken. Ik vind het eigenlijk ook wel heel luxe om nog zo'n plantje in het stuk te gebruiken. Kan je eventueel ook lijmen of even satéprikken gebruiken. Wat je zelf prettiger vindt. Ik ben nu toch bezig met lijm, dus... Het lijkt gelijk heel mooi, vind ik. En ik voeg ook nog eventjes weer wat Tillandsia plantjes toe, wat luchtplantjes. Ik werk er echt graag mee de laatste tijd. Het maakt gewoon je bloemstuk net eventjes iets aparte, iets luxe. Je kan ook een satéprikker gebruiken. En kijk dus mooi naar hoe jouw
kurk eruit ziet en waar die mooi tot z'n recht komt. Je zult zien dat de plantjes ook heel goed blijven op het frame. Dus je kan ook later het bloemstuk nog een keer verversen. Dan gebruiken we natuurlijk nog even de Floralife Finishing Touch Spray vanaf een afstandje. En dan hebben we echt een prachtig mooi groot luxe bloemstuk. Echt heel erg mooi. Apart door het kurk natuurlijk. Een heel mooi natuurlijk product. Het hout wat terugkomt in dezelfde kleur. De plantjes die we op die manier verwerken. En natuurlijk een heel mooi luxe bloemstuk. Aan alle kanten echt mooi. Dus je kan hem overal op tafel neerzetten. Heel erg mooi. Of misschien heb je wel een mooie dressoirkast. Je kan er lang van genieten door de plantjes en de vetplantjes. En het bloemstuk kan je natuurlijk ook nog eens een keer verversen. Dus de ondergrond kan je elke keer weer gebruiken. Ook andersom is die heel erg mooi. Wil je dit nog graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt daaronder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen heel veel plezier met maken. En dan zie je mij weer bij een volgende video.